Maar vanmorgen, vandaag, willen we ook stilstaan bij de 100ste geboortedag van Jan Voorbraak. Van harte welkom, dierbare parochiaan. Van harte welkom, de kinderen en de kleinkinderen. 15 augustus 1916 werd u geboren in Oud-Gastel. 100 jaar is een hele tijd. Het is een eeuw. We vieren vandaag deze heilige Eucharistie uit dankbaarheid. Jan en ik zullen nu de steen onthullen. Okay. Bijzonder dat u als man die sterke leeftijd van 100 jaar mag bereiken. Ik heb begrepen dat u vanmorgen, en pastoor is hier ook aanwezig, een prachtige mis hebt mogen ontvangen in de kerk, in de Sint-Bavo-kerk, met een heel mooi koor, hebt u net aangegeven. Dus, want zoals u uw 100 jaar viert, is voor mij echt de eerste keer dat ik het zo meemaak, want dit is echt fantastisch. Met zoveel mensen en zoveel belangstelling en in nog zo'n goede conditie. Echt fantastisch. Nou, we hebben zelf daarnet al een stukje gebak mogen nuttigen. Dus ik wil u graag deze bloemen namens de gemeente overhandigen. En u nog een hele goede toekomst toewensen. En u een hele fijne dag vandaag. Dank u wel. Bedankt. Dank u wel. Want gisteren zaten Jos en ik nog eens op internet te kijken. En de pastoor zei dat nog net tegen mij. Dat zijn meestal allemaal vrouwen, hè, die blijven leven. Maar en op dit moment zijn er 2100 jaren in dit land. Waarvan een kleine 350 mannen. Giap staat altijd in de weg. Oké. Dames en heren, lachen. En zo van hoera, met z'n allen. Ja!